Mijn naam is Hans de Meijer. Ik ben bestuurder financiën en collectieve voorzieningen. Het is mijn tweede termijn en voor mij zijn collectieve voorzieningen nu eigenlijk een nieuw programma. Het is eigenlijk ook wel een uitdaging omdat het ook heel goed aansluit bij het financiële aspect. Zuinig zijn, maar aan de andere kant toch ook wel zorgen dat er voldoende middelen zijn om toch het hele takenpakket van de OVB trachten te kunnen organiseren. Ik ben trouwens specialist in het enduiseren, dus het gelijkzetten van muren, dat is een van mijn specialiteiten. Ik ben ook iemand die graag met mijn handen bezig ben. Ik heb eigenlijk de vraag niet beantwoord. Ik ben er zo helemaal rond gaan fietsen. Ik ben een advocaat. Gezond blijven, denk ik, is in het kader van ons beroep een belangrijk gegeven. En ik heb ook gewezen op de collectieve verzekeringen. Arbeidsongeschiktheid, ziekte, hospitalisatie. Het is straks 3 jaar geleden, een kankerdiagnose gekregen. Ik sta gelukkig langs de goede kant met een goede behandeling die mij niet alleen toelaat als mens verder te functioneren, maar tezelfde tijd toch ook toelaat deze druk bezette en intensieve job van bestuurder van de OVB te kunnen vervullen. En daarmee wil ik eigenlijk ook wel een beetje een hart onder de riem steken van onze confraters die ziek zijn. Uiteindelijk zijn we toch ook allemaal maar mens en dat betekent dat we op dit gebied toch eigenlijk ook wel een beetje voor elkaar ook moeten zorgen. Ik heb al die filmpjes gezien en dat was eigenlijk toch allemaal zo serieus niet, hè?